Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de bewegende satellietbeelden zien we dat de bewolking in de loop van de dag toenam en uit die bewolking viel van tijd tot tijd regen. Maar niet overal viel de regen, want in de Ardennen viel enige tijd natte sneeuw en sneeuw, daar werd het een klein beetje wit. In Engeland zien we een groot opklaarsgebied liggen, dat opklaarsgebied komt onze kant op, betekent dus dat het geleidelijk beter weer gaat worden, maar dat is vooral vanavond. Vanavond dus vooral in de oostelijke provincies nog enige tijd regen en motregen. Maar in de loop van de avond wordt het ook daar droog. En vanuit het westen gaat het dan opklaren. Temperaturen vanavond een graad of vijf. Vannacht breiden de opklaringen zich verder over het land uit. Misschien valt er in het noorden nog een buitje, maar op de meeste plaatsen is het droog. Minimaal liggen rond twee graden. Morgen overdag profiteren we ook nog van het opklaringsgebied. Er zijn zonnige perioden, ook een paar wolken. En het is lange tijd droog. Pas aan het einde van de middag neemt de bewolking weer toe. En dan kan er in het zuidwesten ook wat regen vallen. Morgenavond breidt die regen zich over de rest van het land uit. Met de meeste neerslag in het westen. In het oosten valt hooguit wat lichte motregen. Temperaturen morgen een graad of 7 à 8. De wind neemt in de loop van de dag toe naar 4 tot 6 boven. Draait van zuidwest naar zuidoost. Kijken we dan naar het weer voor het weekend. Dan valt vooral het weer op zaterdag op. Het wordt een onstuimige dag. In de nacht na zaterdag gaat het al aan zee stormen, en ook zaterdag overdag kan het nog enige tijd stormen, met windstoten van 100 tot misschien zelfs 120 km per uur. Dat is dan in de kustprovincies. Diepe landinwaarts is de wind minder sterk, maar ook daar waait het flink. Het wordt geen verregende dag. De zon schijnt van tijd tot tijd, valt hoog uit een enkel buitje, en kijk eens naar die temperaturen. Die zijn hoog, 10 tot 12 graden. Zondag ook nog plaatselijk 10 graden, dan vallen er wat meer buien en er is minder wind. En maandag temperatuur rond 8 à 9 graden, dan wordt de wind weer wat rustiger en ook dan vallen er enkele buien. Dan nog de lange termijn, ja, die levert eigenlijk nog steeds geen winterweer op. Overdag temperaturen tussen de 5 en de 10 graden, enkele keer erboven. En in de nacht lijkt het iets kouder te worden in de loop van volgende week. Kans op nachtvorst neemt wat toe. Ook geen winterweer zien we in Sochi. Temperaturen daar morgen ja, bijzonder hoog. 22 graden maar liefst kan het worden. Het is een, een temperatuur die je niet vaak ziet op de winterspelen. In Sochi is het overigens redelijk normaal. Dat kan daar geregeld gebeuren als de wind maar uit het zuiden waait. Ook in de skigebieden hoge temperaturen. Vandaag was het daar al zo'n graad of 10 en ook morgen weer 10 graden. Ja, winterweer is het niet, maar de prestaties van Nederland die zijn prima. Ik wens u een prettige dag.